Soep uit blik, de airfryer staat voor het grijpen, een lekker bakje koffie en de regen druipt van de tentcel af. Het lijkt alsof we op de camping zijn beland, maar niets is minder waar. De familie Raaimakers staat hier uit onvrede te demonstreren, voor de derde keer. De gemeente Peel en Maas geeft na vier jaar geen toekomstbeeld voor de woonwagenbewoners. Hoe vrij je hier wonen? Heel mooie plek, lekker vrij, natuur. Niemand gelast. En het samen zijn, hè? weet je wel, dat is toch, uh, dat is toch anders. Uh, kijk, ik heb, altijd, uh, ik heb altijd bij mijn vader dan gewoond op de Molenheg uh, in Helden op het kamp. Uh, daar zijn wij ook allemaal uh, eigenlijk groot gebracht. En ik moet toch zeggen, van, uh, ja, in een huis is het toch heel anders uh, dan, uh, dan in een wagen. Dan maar protesteren dus. Vandaag hebben de woonwagenbewoners een gesprek met de gemeente over hoe nu verder. Aan de familie Rijmakers wordt een onderzoek gepresenteerd. Vertrouwen hebben ze er niet in. Omdat we al vier jaar verder zijn. En nou is het dan, als er nou in de gemeenteraad komt, dan wordt er eerst gekeken of er, ja, of er geld voor is. En als er geld voor is, dan moet er weer een bestemmingsplan komen. En dan bij die bestemmingsplan kunnen mensen er weer tegen ingaan. En dan moet er nog gekeken worden met de woningbouwvereniging. Dus ja, over wat voor uh, periode praten we dan? Over 10, 15 jaar misschien. Twee jaar geleden demonstreerden ze met een caravan voor het gemeentehuis. Als peilmaas niet snel voor stag gaat, heeft de familie Rijmakers wel andere plannen. Dan uh, kunnen we ook in de gemeentehuis gaan. Dat is ook nog geen probleem. Daar hey. Ja, en dan in de gemeentehuis staan. Als dat echt nodig is, zover zijn we wel bereid. Uh, om te gaan als het moet. Liever niet, maar uh, als het moet wel. De woonwagenbewoners wachten nu het gesprek met de gemeente af. In december volgt er een raadvoorstel en dan moet er meer duidelijkheid komen.